initiatief voor deze garageverkoop ligt eigenlijk bij enkele inwoners van de stad, deels de Stockholm. En zij hebben ons schriftelijk op de hoogte gesteld van hun intentie tot organisatie van garageverkoop. En dus de stad Deelse Stockholm heeft de stad besloten om de organisatie bij haar onder te brengen. Het evenement is dus werkelijk bij dit inschrijvingsaantal al een zeer groot succes, want maar liefst 105 inwoners van de 5 deelgemeenten van Deelse Stockholm hebben zich voor deze garageverkoop ingeschreven. Ja, het valt mee. Vandaag toch juist een gitaar verkocht weer voor rond 70 euro, dus dat is toch al een mooi bedrag weer. Hè. Gisteren dus heeft mijn schoonma dat gedaan en zij heeft ongeveer tussen de 50 en 60 mensen gehad. We zijn streepjes aan het trekken voor het bijtouwen. Ja, het zijn toch dingen wat je niet meer gebruikt, hè. En dan ja, als je daar iemand anders een plezier mee kunt doen, dat is altijd, en jij zit er vanaf dan. Hè. Natuurlijk, ik denk dat bijdraagt tot een duurzame levensstijl. In plaats van al de afgedankte spulletjes naar bijvoorbeeld het containerpark te brengen, kan er nog een tweede levensduur aangegeven worden en kunnen er nog veel mensen plezier aan beleven.